Zo, de lammetjes zijn er. De eerste lammetjes van 2013. Wanneer zijn ze geboren? Zondagmiddag, om ongeveer 4 uur. En is dat gewoon dat ze om deze periode geboren worden? Ja, meestal wel. Vanaf begin maart. Zijn ze gezond? Ze zijn heel erg gezond. Ze drinken heerlijk bij de moeder en zijn heel tevreden. Je hoort ze niet schreeuwen en ze liggen ook lekker te slapen. Alles gaat prima, ja. En wanneer mogen ze de wei in? Nou, dat duurt nog eventjes, want ten eerste zijn de temperaturen er nog niet naar om ze naar buiten te doen. Er staat ook weinig gras voor de moeder in het land, want de lammetjes eten natuurlijk nog geen gras. Ja. Dus ze blijven eerst nog heel lekker binnen met moeder. En u heeft nog twee andere schapen hier en die zijn ook allebei zwanger, hè? Ja, die zijn ook allebei zwanger. Dus nou ja, als die ook allebei twee lammetjes hebben, twee vind ik prima, dan kan dat allemaal lekker groeien. En dat is mooi voor het schaap en voor de lammeren. Dus hopelijk lopen er straks 6. Maar... laat de lente maar komen, zou ik zeggen. Ja, ja hoor, daar is iedereen wel aan toe, denk ik.